Hallo iedereen. Dit is een oefening op de werkwoorden. Bij de eerste zinnen staat het werkwoord in de infinitief. Je moet dat natuurlijk nog vervoegen. Maar bij de volgende zinnen staat er geen werkwoord, dus je moet zelf weten welk werkwoord je moet gebruiken. We kunnen deze oefening samen maken. Ik lees de zin en ik geef jou even de tijd om na te denken wat je moet invullen. Laten we gaan. Jij, een nieuwe auto. En het werkwoord hier in de infinitief is kopen. We gaan gewoon de tegenwoordige tijd gebruiken. Hoe zouden we zeggen jij en dan de vervoegde vorm van kopen? En dan een nieuwe auto. Jij koopt een nieuwe auto. De tweede zin, ik een e-mail. En het werkwoord is schrijven. Ik schrijf een e-mail. En let op, de V wordt een F. Schrijven, schrijf. Ik schrijf een e-mail. 3. Hij, een spannend boek. En het werkwoord is lezen. Hij leest een spannend boek. Hij leest een spannend boek. Ik 2 keer per week. En ons werkwoord is zwemmen. Ik zwem 2 keer per week. Ik zwem 2 keer per week. Het kind met de bal. En het werkwoord is spelen. Het kind speelt met de bal. Het kind speelt met de bal. Jij te veel koffie. Drinken is ons werkwoord. Jij drinkt te veel koffie. Jij drinkt te veel koffie. En nu gaan we zelf een werkwoord moeten zoeken wat past in de zin. Ik een boterham met choco. We gaan hier het werkwoord eten gebruiken. Eten. En dan wordt onze zin als volgt. Ik eet een boterham met choco. Ik eet een boterham met choco. Wij de hele avond. Welk werkwoord kunnen we hier gebruiken? Wij de hele avond. Wij dansen de hele avond. Je kan ook, wij eten de hele avond, wij praten de hele avond gebruiken. Dus er zijn meer mogelijkheden hier. Maar het werkwoord dansen is infinitief en het meervoud is hetzelfde als de infinitief. Dus wij dansen de hele avond. Er een goede film op televisie. Twee mogelijkheden hier. Het werkwoord zijn of het werkwoord komen. Met het werkwoord zijn krijg je als volgt je zin. Er is een goede film op televisie. Met het werkwoord komen. Er komt een goede film op televisie. Dus allebei is goed. Er is een goede film op televisie. Er komt een goede film op televisie. Op de markt
ik groente en fruit. Het werkwoord. Kopen. Op de markt koop ik groente en fruit. Op de markt koop ik groente en fruit. Mijn zus, oh, daar moet een N achter staan, maar ik kan dat niet aanpassen hier, denk ik. Nee, ik kan, moet een N zijn, dat moet zijn mijn zus. Dat is een typfoutje hier. Mijn zus, een lekkere taart. Dan gaan we het werkwoord bakken gebruiken, bakken. Mijn zus bakt een lekkere taart. Dus onthoud dat je hier een N, een letter N moet achterzetten. Mijn zus. Zo, mijn zus bakt een lekkere taart. Ik, Nederlands. Het werkwoord leren. Ik leer Nederlands. Je kan ook zeggen spreken. Ik spreek Nederlands. Kunnen. Ik kan Nederlands. Begrijpen. Ik begrijp Nederlands. Heel veel mogelijkheden hier. Ik, Nederlands, gemakkelijk. Het werkwoord vinden. Ik vind Nederlands gemakkelijk. Ik vind Nederlands gemakkelijk. En dan de laatste zin. Hij naar zijn sleutels. Het werkwoord zoeken. Hij zoekt naar zijn sleutels. Ik hoop dat deze oefening jullie helpt. Hebben jullie vragen of opmerkingen, zet ze hieronder in de comments en ik beantwoord ze graag. En ik zie jullie graag terug in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken.